Ja. Hij heeft de potentie om half Nederland van schone energie te voorzien. Half Nederland, dat is nogal wat. Leg uit. Waar halen we in de toekomst onze energie vandaan? Om te koken of bijvoorbeeld je telefoon op te laden? Daar is veel om te doen. Wetenschappers proberen met nieuwe technieken energie op te wekken zonder schadelijke stoffen uit te stoten. Grote rol daarin speelt de Noordzee. Wij namen er een kijkje en werden daarin vergezeld door niemand minder dan koning Willem-Alexander. Morgen. Goedemorgen. We zijn vandaag eigenlijk de energietransitie aan het ervaren met alle partijen die in die keten een rol spelen en die een sleutelpositie hebben om die energietransitie hier op zee te realiseren. En dat begint bij netbeheerder TenneT, die een soort reusachtig stopcontact op zee heeft geplaatst om opgewekte stroom van windparken naar land te transporteren. Wij willen af van kolen, we willen natuurlijk nu ook versneld af van Russisch gas. En wat wij daaraan doen is met hoge vaart wind op zee aansluiten en naar het land en naar de mensen thuis brengen. In Denemarken is in mei afgesproken dat we met elkaar 65 gigawatt tot 2030 gaan aansluiten. TenneT gaat daarvan 40 gigawatt de komende jaren in Nederland en in Duitsland aansluiten. En dat zijn enorme getallen. Dan moet je eigenlijk denken aan de equivalent van 40 elektriciteitscentrales of 40 miljoen, het jaarverbruik van 40 miljoen huishoudens. Daar hebben we het over. Gasproductiebedrijf Neptune Energy zet vol in op groene waterstof, wat dan weer uit het zeewater moet komen. Wat er gebeurt bij Poseidon is dat we een electrolyzer op een platform neer gaan zetten. Een electrolyzer is een apparaat waar je door middel van elektriciteit, van stroom, het water kan splitsen in waterstof en zuurstof. En dat zuurstof gaat de lucht in en het waterstof gaat dan met die leiding naar het land waar het dan gebruikt wordt als product. De doelen die nu gezet zijn heel ambitieus. Maar zoals we op deze tocht zien, alle activiteiten die gebeuren, die zullen elkaar gaan versterken, zullen gaan versnellen. En ik ben ervan overtuigd dat de doelen die nu gezet worden in de energietransitie, om in 2030 een bepaalde hoeveelheid groene elektriciteit op zee te leveren, dat we die met z'n allen kunnen halen. Bijzonder vandaag, de koning is mee om te gaan kijken. Wat vindt hij daarvan? Het valt me op dat hij vandaag ontzettend veel tijd neemt. Hij is de hele dag met ons en dat hij ongelooflijk veel vragen stelt. We zijn natuurlijk nu nog halverwege het programma. Heel geïnteresseerd, heel veel vragen. Maar even later lijkt hij vooral geïnteresseerd te zijn in een special guest. Hallo. Kom dan even kijken. Ah, daar is hij weer. Ja. Hierna wordt al snel de aandacht verlegd van zeehond naar zeezonnepaneel. Dit drijvende zonneparkje is dan ook de eerste ter wereld. Die heeft al 3 lange winterstormseizoenen doorstaan. En heeft de potentie om half Nederland van schone energie te voorzien. Half Nederland, dat is nogal wat, leg uit. Ja, nou daar zijn we nu natuurlijk nog niet, maar met 5% van de Nederlandse Noordzee in de ruimte kun je echt 300 gigawatt offshore solar neerleggen. En daarmee kun je de helft van alle energie die Nederland verbruikt zou je kunnen voorzien. Ik zeg niet dat we dat moeten doen, maar de potentie van offshore solar is gigantisch. Nou, op dit moment staat ongeveer 18% van de Nederlandse Noordzee gepland voor windturbines en wij kunnen daartussen liggen. Dus van het geplande winddeel hebben we eigenlijk maar 1/3 nodig. En zon en wind combineert heel goed, vooral op zee. Dit wordt 100 bij 100 meter, we zitten ongeveer op de helft. Wij denken aan blokken van 1 vierkante kilometer, die je tussen 4 windturbines kan leggen. En dat kun je dan weer meerdere keren herhalen. En of dit alles snel zorgt voor een lagere energierekening, valt nog te bezien. De koning leek het in elk geval erg interessant te vinden. Goedendag.